kiss. Een beetje lekker lopen zoenen, hè? Ja, heerlijk. We gaan actie voeren. Dat is nu het adagium. En dat hebben we vandaag gedaan om inderdaad meer aandacht te vragen voor homorechten in Rusland en ook in Den Haag en in Nederland. Zoenen? Met u? Ja. Nou, dat weet ik niet. Daar staat hij toch voor hier? Wat? Ja. Eén grote kiss in. Jongens. Sowieso. Ja. U bent populair. Ja, ik ben heel populair. Is er geen tong bij? Nee, gelukkig niet. Nee. Wat is er mis met mij? Nou, het is niet met jou. Het is ik. Nee. Is die roze blopkap? Ik ben uitgezoend. Irene Wüst heeft gewoon staan knuffelen met Poetin. Ja. Hebben we niet al heel veel bereikt? Ja, maar wie had daar nou pech? Wüst of Poetin? Poetin should put it in. Try it a little bit. Maybe he likes it. Knuffeltje dan? Nee. Ik had iets meer liefde verwacht. Heb je nog wat gescoord? Nou, het viel een beetje tegen. Ja. Ja. Nee, niet zo heel veel leuke mannen gezien hier. Heb je nog lekker lopen aan mandelhokje? Nee hoor. Nee. Je hebt niet meegezoend? Ja, nee, we hebben gewoon een kusje uitgedeeld, maar ik weet niet of je dat zoen ik het noemen. Eeltje gezoend. Oh, u wel? Gezoend. Eén grote orgie bij de PvdA. Mijn persoonlijke voorkeur is vrouwen, maar we waren hier vooral om op te komen voor... Ik denk, je gaat het gewoon een keer proberen. Kijk hoe het voelt. Partij van de Dieren gezoend. Gadverdamme. Ja. Partij van de Dieren. Ik ben gek op dieren. Ja. Het klinkt heel eng. Mijn vrouw mag dit niet weten, dus dit wordt niet op tv uitgezonden, toch? Oh jee, gaan we nou al rellen? Je kwam hier helemaal niet voor een statement te maken. Ja, je ging gewoon even lekker rondsletten. Ja, zullen we maar even zoenen dan? Nee, dankjewel. Ik ben echt afzichtelijk, geloof ik. Hebben we hem toch nog? Ja. En het is helemaal niet erg hoor, als je het lekker vindt met mannen zoenen. Nee? Zullen we even dan? Ja, je... Ah, zo dat... Viel best mee, hè? Inderdaad, ja. Nee, dat smaakt naar meer. Oh, weet je, einde gesprek. Steun ons. Ga naar poontmoetblijven.nl en druk op die knop.